Van harte welkom bij Drimmelen Actueel, de wekelijkse nieuwsrubriek van Omroep Drimmelen. Iedere week brengen wij u korte nieuwsflitsen van lopende activiteiten van en voor Drimmelen en omgeving. Het weekend van 15 tot en met 16 juni werden de Special Olympics georganiseerd in Breda en Tilburg. Voorafgaand aan dit fantastische sportevenement vond de Torch Run plaats. Op donderdagavond 13 juni werd de vlam door een hele delegatie aan brandweerauto's, politieouders en politiemotoren, live muziek van de band wow, de Gruitveldband, ambassadeurs en sporters naar Sofak gebracht in Terheide. Het geluid van sirenes en zwaailichten zorgde ervoor dat de sfeer er meteen goed in zat. Wie wilde mocht op een politiemotor zitten of een ritje maken in een brandweerwagen. En natuurlijk aan Polonaises geen gebrek. Dankzij de muziek van Wow en de Gruitveldband werd het een swingende avond waar nog lang over nagepraat zal worden. 14, 15 en 16 juni was het in Maden weer een weekend lang dé plek voor tractorliefhebbers. Drie dagen, drie wedstrijdbanen, ruim 60 klassen en meer dan 600 tractoren. Maden was weer het walhalla voor poolingfans. Van trucks tot landbouwtrekkers, tal van krachtige machines kwamen voorbij op het Madens Power Weekend. Met een primeur dit jaar. Met 30.000 toeschouwers was zaterdag 15 juni voor het eerst volledig uitverkocht. Het Maders Power Weekend is het grootste truck- en tractorpooling-evenement van Europa. Al sinds 1993 vindt het evenement plaats in Maden, Noord-Brabant. Het Maders Power Weekend is een garantie voor spektakel, gezelligheid en top-entertainment voor alle leeftijden: van de actie op de baan tot de legendarische poolingparties in de grote feesttent. Maar ook op de camping of in de kinderweide is het altijd één groot feest. Ieder jaar in juni is te beleven aan de Scheerbiestraat in Maden. De zomer nadert met rassenschreden en dus ook de zomervakantie. Tijd om te kijken of al de kampeer- en andere vakantiespullen nog bruikbaar zijn. Is er iets kapot? Gooi het niet meteen weg, maar kom eerst naar het Repaircafé en dan kijken zij of ze het kunnen repareren. Ook met andere kapotte spullen ben je van harte welkom. De medewerkers van het Repair Café zijn op woensdag 26 juni van 1 tot 4 aanwezig bij SOFAC, Koningsveld 1 in Terheide. Na half 4 kunnen zij helaas geen nieuwe reparaties meer aannemen. Reparaties zijn gratis, maar omdat zij financieel volledig afhankelijk zijn van donaties, wordt de vrijwillige bijdrage zeer gewaardeerd. Met veel plezier en enthousiasme. Stel de vrijwilligers van stichting Behoud de Antoniusabt ook deze zomer weer de Antoniusabt in Terheide open voor bezoekers. Na vier succesvolle edities zijn ook dit jaar in de maanden juni tot en met 14 september zowel het kerkgedeelte als zaal de Apt gratis te bezoeken op zaterdagmiddag van 1 tot half 5. Dat is in voorgaande jaren zijn er ook dit jaar iedere zaterdagmiddag weer wisselende exposities van kunstenaars uit de omgeving te zien. Tijdens de openstelling staan de vrijwilligers klaar om al uw vragen te beantwoorden over de Antoniusabd en een rondleiding te verzorgen door het gebouw. Iedere eerste zaterdagmiddag van de maand organiseert de stichting ook nog torenbeklimmen tijdens de openstelling. Onder begeleiding is de kerktoren van de Antoniusabd tot uurwerkhoogte te bezichtigen. Ook voor inwoners en bezoekers die het gebouw alles gezien hebben, is er nog genoeg te ontdekken tijdens de openstelling van de Antoniusabd deze zomer. De voormalige Heilige Johannes de Doperkerk in Lage Zwaluwe, die al 11 jaar leeg staat, wordt uiterlijk eind december overgedragen aan de nieuwe eigenaar Jean-Michel van Braak. Hij wil als inwoner van Lage Zwaluwe het gebouw een sociaal-culturele functie geven en er iets moois van maken. Bovendien komt er een devotiekapel waar mensen een kaarsje kunnen branden. Voor het parochiebestuur is hij de perfecte koper. Momenteel is de kerk nog eigendom van de Immanuelparochie. Op de stroeken van het projectbestuur geeft aan dat er een concept koopovereenkomst wordt opgesteld door de notaris. Na goedkeuring door koper en verkoper is er een bisschoppelijke machtiging nodig voordat er getekend mag worden. De overdracht is gepland voor eind december of zoveel eerder als kan. De handtekening van de bischop is vereist omdat het bischop Breda moet instemmen met de herbestemming van het kerkgebouw. Voor het bisdom is het belangrijk dat de kerk een sociale bestemming krijgt waar mensen samen kunnen komen. De gemeente Drimmelen zet zich in om een inclusieve gemeente te worden, waar iedereen zich thuis voelt en iedereen mee kan doen. Om dit doel te bereiken, bundelen stichting WWZ Drimmelen en een groep ervaringsdeskundigen uit de gemeente, de Inclusiegroep, hun krachten. Ervaringsdeskundigen delen hun kennis. Immers, de ervaringsdeskundigen weten als geen ander waar ze in de praktijk tegenaan lopen en wat er nodig is om Drimmelen toegankelijker te maken. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van WWZ-Drimmelen of contact met hen opnemen. De website komt in beeld. www.wwzdrimmelen.nl of maak contact via info.wwzdrimmelen.nl Op zondag 30 juni is het weer zover. De bruisende buitenmarkt 2024. Een bomvolle jaarmarkt met voor ieder wat wils. Van jong tot oud. Iedereen vermaakt zich op de bruisende buitenmarkt. Maak het mee in Made. De ondernemers maken het mogelijk met kleding, verse producten, persoonlijke verzorging en de leukste horeca. Midden in het centrum van Made vind je alles wat je nodig hebt. Ga eens langs, de Maaise meewakers staan voor u klaar. De datum 30 juni is speciaal gekozen, omdat de week erop de vakanties beginnen in deze regio. Er was de afgelopen periode weer het nodige te doen in onze gemeente. En natuurlijk was Omroep Drimmelen daarbij in de buurt. Wilt u met ons meekijken? Blijf dan vooral ingeschakeld op ons kanaal. Iedere week zendt Omroep Drimmelen korte nieuwsflitsen uit van lopende activiteiten van en voor Drimmelen en omgeving. Waarbij actuele onderwerpen in de schijnwerks worden gezet. Deze week een uitzending over Smaak valt, een korte impressie over 40 jaar triatlon in Ter heide en Drimmelen. Politiek. Kent u ook een initiatief in onze gemeente dat bijdraagt aan samenhang en betrokkenheid, dat meer aandacht verdient? Laat het ons weten via mail aan publicatie Omroep Brimmelen. Hebt u nieuwswaardige mededeling of nieuws zonder commercieel doel? Wilt u dat we verslag doen van een leuke activiteit in onze gemeente? Mail het ons op onderstaand mailadres. U kunt dus ook volgen op de social media van Omroep Brimmelen. Graag zien we u volgende week weer terug bij Drimmelen Actueel. Tot dan!